Voetballers hebben niet meteen de reputatie de meest rustige en hoffelijke autobestuurders te zijn. Meer dan eens worden ze geflitst aan 2 of 3 keer de snelheid die toegelaten is. Guillaume Gillet en Sébastien Bruzes, die bij Anderlecht spelen, konden in Puurs alvast hun slipkunsten bijschaven. Ze kregen eerst theorieles en mochten nadien aan de slag op het oefenparcours van een rijvaardigheidsschool. De twee spelers begonnen hun slipsessie met een paar flinke capriolen. Maar dankzij tips van ervaren instructeurs ging het steeds beter en werd het gaspedaal ook al wat harder ingedrukt. Ja, we zijn jongsten. We rijden te snel, dus het is goed voor ons deze oefening, ik denk. Wat voor een chauffeur ben je zelf op de weg? Ben je kalm of roekeloos? Kalm nee, maar een beetje agressief. Hè. Iets te snel om goed te zijn? Maar parfois. Wat voor een auto heb je zelf in de garage staan? Een Mercedes klasse. Bedoeling van de rijvaardigheidscursus is om ongevallen te voorkomen. Gillet heeft zelf al aan de lijve ondervonden dat een ongeval vlug gebeurd is. 2, 3 kleine crash, maar... Wat is een kleine crash? Frontaal, goed erin? Of... Nee, een klein, dus... Enkele bobo op de auto. In ieder geval wil hij zelf wel de controle over het stuur behouden. Nog één vraagje dan. Heb je een vriendin? Ja. Als jullie twee in de auto samen zitten, wie is de baas? Ik. Ja? Ja, ik ben zeker. Ja. Ja. Ze zegt je niet waar je moet afslaan, wat je moet doen? Nee, nooit. Okay. Bedankt.